Goedemiddag allen. Mijn naam is Rick Kamphorst en ik ben werkzaam voor FSC Nederland. En mij is gevraagd om een market vision te geven over duurzaam bouwen in Nederland. En met als titel het laaghangend fruit bij onze uitdaging in de bouw op dit moment, die groeit aan bomen. En het onderwerp gaat vooral over het gebruik van hout als oplossing voor het CO2-probleem in de Nederlandse bouw. Allereerst begin ik netjes van ja, wat is dan duurzaam bouwen precies? En dan juist met een reden, omdat we op die manier goed kunnen kijken naar wat dan die oplossingen zijn van die houtbouw. En de reden waarom we duurzaam moeten bouwen heeft gewoon simpelweg te maken. Allereerst met de uitstoot. De enorme CO2-uitstoot, de opwarming van de aarde. En de reden waarom we dat in een circulaire economie gaan doen, is gewoon omdat we een te grote afvalberg hebben. En omdat onze grondstoffen opraken. Doordat die grondstoffen, omdat we een lineair systeem leven waarin we producten eigenlijk minen en vervolgens één keer of twee keer gebruiken en dan op de afvalberg verdwijnen, wordt onze afvalberg steeds groter en dat moet beter. En dan gekoppeld aan de Nederlandse bouw zijn de uitdagingen eigenlijk als volgt. We hebben de verlaging, we hebben vanuit de klimaatinvloed van de overheid hebben we meegekregen dat de Nederlandse bouw voor 3,4 megaton CO2 moet gaan verkleinen. Die moet drastisch omlaag. En we doen dat eigenlijk op dit moment in de klimaatinvloed zijn we vooral bezig met energie. Dus we zijn van de gas af, of van gas los noemen we dat. En die gigantische energietransitie eigenlijk, waar we steeds minder afhankelijk willen worden van fossiele brandstoffen. Daarnaast hebben we een kabinetsdoelstelling dat er 1 miljoen nieuwe woningen gebouwd moeten worden in Nederland. En dat moet al per 2030. Dus over 10 jaar, in 10 jaar tijd zullen we 1 miljoen nieuwe woningen moeten gaan bouwen. En daarnaast moeten we ons ook nog eens bezighouden met de transformatie naar de circulaire economie. En dat gaat dan per 2050, maar we willen in 2030 al voor de helft op weg zijn. En een van die oplossingen voor dit vraagstuk is naar mijn mening houtbouw. En we beginnen eventjes bij het begin, gekoppeld aan de circulaire economie. Welke materialen pakken we dus? Dus we kijken veel meer naar de materiaalkant dan eigenlijk naar de energiekant van de bouw. Juist met het idee dat ik denk dat hier de grootste impact te behalen valt. En aan de rechterkant en aan de linkerkant zie je allebei een cirkel. En we kijken hier naar een plaatje van de Ellen MacArthur Foundation. Waarbij eigenlijk aan de rechterkant zie je de technische kringloop en aan de linkerkant de biologische kringloop. En deze worden apart afgebeeld, maar zijn eigenlijk heel erg met elkaar verbonden. Want een product komt de kringloop in, het wordt gemined, zoals je rechtsboven ziet. En wordt dan vervolgens gebruikt. En vervolgens komt het recyclingproces op gang. Het mooie van hout is nou eigenlijk dat hout aan beide kanten interessant is. Aan de linkerkant heb je dus de biologische kringloop, waarbij aan het einde van de levensduur je in principe de materialen weer terug de keten in kan, zonder dat daar een vorm van afval, van leakage is. En bij conventionele materialen zal er altijd een vorm zijn van mining, dus daar willen we eigenlijk vanaf in een circulaire gedachte. En er zal een vorm zijn van output, waar we niet niks mee kunnen. Ook al is dat natuurlijk heel erg geminimaliseerd. En die gedachte die deelt het EIB bijvoorbeeld, het Economisch Instituut van de Bouw. De circulaire, die zeggen ook hardop. Hè, dus we kunnen niet alleen maar denken aan het hergebruiken van materialen. We moeten juist ook naar die biobased kant kijken. Dus simpelweg. Een materiaal dat groeit in de natuur en wat je vervolgens kunt gebruiken en vervolgens ook weer terug kunt geven aan de natuur. En deze circulaire ambities die zijn gewoon niet te behalen op het moment dat we niet veel meer biobased materialen gaan gebruiken dan dat we nu doen. En je ziet dat daar een gigantische
kentering al gaande is. Hè. Dus we hebben al veel meer projecten in Nederland waarin houten producten steeds meer tot hun recht komen. En dit is dan bijvoorbeeld de Toren Hout die in Amsterdam gebouwd wordt aan de Amstel. En die heeft gigantisch veel aandacht gekregen. En logisch ook, want het is een prestigieus project. Maar als we nou gaan kijken naar daadwerkelijke impact, dan is die impact die is eigenlijk veel meer te behalen in de gewone woningbouw. En dan niet, de woningbouw een houten hut, zoals het eerder gezegd wordt. Maar juist steenbouw. En zoals deze woningen, gebouwd door de bouwbedrijf Dijkstra Dijsma. Dit zijn houtskeletbouwwoningen. En dat zie je van buitenaf is dat niet te zien. Het zit gewoon een gemetselde muur omheen. Maar hierin zit een houten kern en daarmee zoveel eigenlijk schoner voor de natuur is dan de traditionele betonskelet. Oké, en dan ga ik nu even zien op wat is dan die daadwerkelijke milieu-impact van die materialen dan. We hebben hier een klein grapje uitgehaald. Dit is een daadwerkelijke overspanning over een weg. Waarbij eigenlijk laten zien dat we als het gebruik van meer biobased materialen, dat we de onderhoudskosten naar beneden kunnen brengen, maar vooral ook de uitstoot van de CO2 en de stikstof. En op die laatste twee zal ik wat nader ingaan. We hebben in 2016 heeft WEE-adviseurs een groot onderzoek gedaan. En die hebben gekeken naar de CO2-emissie van alle grondgebonden nieuwbouw. In 2016, dus we praten over een heel jaar. En alles bij elkaar had dat een CO2-emissie van 1,83 megaton. Dus dat is echt een serieuze impact. Zeker met de gedachte dat we dus die 3,4 zouden moeten besparen over de komende jaren. Die hebben dat helemaal doorgerekend en bedacht van oké, wat nou op het moment dat we al die nieuwbouw, dat we het betonskelet voor de grondgebonden woningen uit zouden halen en daar een houtskelet voor in terug zouden plaatsen. En daar hebben ze doorgerekend hoeveel dat dan met CO2-besparing zou besparen. En dat kwam uit op 24%. Nou, 24% is natuurlijk een kwart in die uitstoot kunnen we besparen. Nou, hetzelfde geldt als je iets verder gaat. Dus op het moment dat je veel meer houtproducten in je woning toepast. En dat gaat natuurlijk verder dan alleen vloeren. Het gaat ook over gevelbekleding. Het gaat over het dak uiteraard. En dan is er zelfs een potentie mogelijk van 42%. En zelfs, en dit is natuurlijk iets wat veel meer de laatste tijd in het nieuws is, is op het gebruik op het moment dat je ook CLT gaat toepassen, waardoor je dus je banden, je vloeren, alles eigenlijk van hout is, dan kan die CO2-uitstoot nog veel meer naar beneden. En dan dacht ik, dan maak ik een simpel rekensommetje van. Gewoon met de wiskunde die we op de lagere school krijgen. En dan één beeld gebracht, dus die 1,83 megaton van de totale nieuwbouwwoningen, grondgebonden in 2016, wat er overigens 37.000 waren. En op het moment dat je dat dan die 24% CO2-uitstoot eraf zou halen, dan zou er al een besparing zijn van, dan zitten we al op 1,39 megaton. En als we dat nou eens koppelen aan die miljoen woningen die er gebouwd moeten worden per 2030, dan hebben we dus in totaal, als we het op dezelfde manier zoals nu zouden doen, op 49,33. En een potentie, als we het in houtskeletbouw zouden uitvoeren, van 37,49 megaton. Wat dus in 2030 bij elkaar zou een besparing zou opleveren van ruim 11, bijna 12 megaton. En dat in gedachten houdende met die 3,4 megaton die we zouden moeten besparen voor onze klimaatenvelop, zou er dus veel meer gekeken moeten worden naar die materiaalkant. Die heeft qua impact gewoon een hele grote getalen. Dat was puur eventjes op CO2. En aan de andere kant hebben we het stikstof. Want je zou zeggen, houtbouw levert dat nou stikstofwinst op? Nou, het levert wel winst op, maar op een andere manier dan dat het bijvoorbeeld opslaat in materiaal. Maar het grote voordeel van hout ten opzichte van conventionele materialen zit hem ook in het gewicht.
dat de Andrew Wall Foundation heeft ongeveer uitgerekend dat dat bij ongeveer 80% scheelt. En aangezien er dat prefab steeds belangrijker wordt, dat woningen in een fabriek eigenlijk gefabriceerd worden, vervolgens op een vrachtwagen gezet worden en naar de nieuwe locatie gebracht worden, kun je op het moment dat de materialen vele malen lichter zijn, eigenlijk ook veel meer materiaal op één vrachtwagen kwijt. Dus minder transportbewegingen, minder verbranding, zorgt er automatisch ook voor een lagere stikstofuitstoot. En dan eventjes heel kort van hoe gaat die op CO2 ingezoomd, hoe gaat dat dan precies? Nou, we beginnen natuurlijk bovenaan bij het bos. Het bos groeit door onder andere door opname van CO2. Dus een groeiende boom slaat automatisch CO2 op. Op het moment dat bos gekapt wordt en een materiaal wordt dat vervolgens in de bouw wordt gebruikt, houdt die CO2 vast. Dus je moet het zien als een soort van CO2-kluis. En dan helemaal aan het einde van de cyclus, en dat is ook waar bijvoorbeeld LCA-analyses mee vanuit gaan, is dat er een verbranding plaatsvindt van dat geen functie meer heeft. En die CO2 komt dan in de lucht die dan die nieuwe bomen dan weer op zouden nemen. Wat super belangrijk hierin is om te bedenken natuurlijk, is dat we hout, ondanks dat het eigenlijk dus een circulair materiaal van zichzelf is, dat we dat wel zo hoog mogelijk moeten blijven cascaderen. Dus dat we het hout zo vaak mogelijk kunnen hergebruiken en zo vaak mogelijk opnieuw kunnen inzetten om om ervoor te zorgen dat we in een circulair model leven, dat het niet een lineair product wordt, maar ook omdat op het moment dat we een houten product bij wijze van spreken 70, 80, 100 jaar kunnen hergebruiken, dan heeft er in die periode alweer een nieuwe groeicyclus van 2 of 3 keer van nieuwe bomen plaatsgevonden. Waardoor we uiteindelijk alweer 2 of 3 keer meer CO2 aan het opslaan zijn in dat hout, dan dat we in eerste instantie dat we in één keer weer zouden gaan verbranden. En dat allemaal bij elkaar opgerekend, is het dus heel interessant om te kijken als er een ontwerp gemaakt wordt, van wat is nou precies die impact van materialen en vergelijk die materialen dan ook met elkaar. Daar wordt natuurlijk een MKI-score aanbrengen, een milieukostenindicator. En dit plaatje laat het wel zien over een LCA die gemaakt is voor de fietsbrug in 2013. Dat hout gewoon heel positief uit die score komt. Natuurlijk is het wel belangrijk om te onthouden dat de staal en beton en composiet ook hun unieke eigenschappen hebben. En het is niet zo dat we het alleen met hout af kunnen, of alleen met beton, of alleen met staal. Maar juist maak keuzes en kijk op basis van die LCA-gegevens, van de milieukostenindicator, maak daar aan daarvan die keuze. En als ik dit praatje dan wel vaker hou, dan kom je vaak al snel, maar wat zijn dan de beperkingen om met dat hout te beginnen of met het hout te gaan bouwen? En dan wordt het een kwestie van heel vaak al een vooroordelen verhaal. Dus we hebben relatief weinig ervaring met houtbouw. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar hoe zit het dan precies? En dan komen de redenen. Nou, een daarvan, ik ga er een paar af. Een van de eerste is natuurlijk, hout is brandgevaarlijk. Ja, ik ga niet in een houten gebouw wonen, want dat brandt snel af. Maar zoals een brandweerman zou zeggen, ik ga liever een brandend houten gebouw in dan een brandend stalen gebouw. En dat laat dit grafiekje ook heel mooi zien. Dat hout is natuurlijk, ik kan het vergelijken met een houtblok dat je in een kachel gooit. Dan het is niet zo dat in één keer doorbrandt. Je smelt eigenlijk steeds van een buitenste laagje smelt weg en brandt langzaam in. Terwijl staal bijvoorbeeld knapt op een gegeven moment op het moment dat het heel heet wordt. En dit laat het grafiekje heel mooi zien dat het eigenlijk de sterkste klasse van beide producten, dat houdt het eigenlijk veel langer volhoudt dan de stalen product. Nou, die vergelijking is dus heel mooi te maken. En ja, hout heeft een korte levensduur en is duur in het onderhoud. Ja, onderhoud is natuurlijk altijd een verhaal. Maar er zijn genoeg
gebouwen op de wereld waarin een hout skeletbouw, die van een hout skeletbouw gemaakt zijn bijvoorbeeld, die al 400-500 jaar staan. En het heeft dus allemaal te maken met de toepassing op welke manier je het hout gebruikt. Hetzelfde geldt voor onderhoud. Op het moment dat het op de juiste manier is toegepast, op een slimme manier is toegepast, dat, het dat er geen negatieve kanten zitten met vocht bijvoorbeeld, of met warmte en kou, dan is het goed. Dan is het heel lang en heel goed te houden. Dan een hele belangrijke is natuurlijk van, ja, de hout, als we meer hout gaan gebruiken, betekent dat ook dat het ten koste gaat van onze bossen. Nou, het goede nieuws is dat de laatste 100 jaar dat de Europese bossen aan het groeien zijn. Dus er groeit meer biomassa bij elk jaar. Zolang we gebruik maken van gecertificeerd hout en gecertificeerd materiaal, dan kunnen we er zeker van zijn dat het materiaal waar de hout vandaan komt, dat het uit gecertificeerde en beschermde bossen zijn. Dat is geen issue. Er zijn natuurlijk ook plekken op de wereld waar het veel minder goed gaat met de Nederlandse bossen. Maar juist door vraag te creëren naar de producten die in dat hout, die uit dat bos komen, kunnen we die bossen beschermen. Een andere veelgehoorde gaat altijd over akoestiek. Dus op het moment dat je in een houten huis loopt, dan hoor je alles. Dan is alles de akoestiek is gewoon slecht. En dat is nou echt een technische oplossing. En die technische oplossingen zijn er. Alleen dat moet nog, doorcijpelen. Dat moet nog verteld worden. En dat verhaal dat moet eruit. De technische kant is er gewoon heel veel mogelijk. En dan het meest gehoorde argument is altijd dat het houtbouw zoveel duurder is dan bouwen zoals wij dat nu kennen. Of met conventionele materialen. En dat klopt. Houtbouw is op dit moment duurder. En dat heeft alles te maken met de bouwcultuur en de bouwtraditie zoals wij die op dit moment kennen. Je hebt de tabel wat hier in het scherm staat, is ook gemaakt door de Andrew Wall Foundation. En die hebben twee gebouwen eigenlijk met elkaar vergeleken van een plan. En de een zou dan uitgevoerd worden in de CLT en de ander in de concrete. En dat staat dan dus hier in Engelse ponden uitgedrukt. Waarbij je onderaan het rijtje ziet dat het concrete gebouw dus wel degelijk ietsjes goedkoper is, maar dat dat dus 92.000 pond scheelt. Nou, dat is natuurlijk een hoop, dat is een serieus bedrag. Maar wat super belangrijk is dat je dus focust op de hele cyclus. Dus maak nou in plaats van alleen een LCA voor materialen ook een LCC eigenlijk, een life cycle cost analysis, waarin je ook je milieukosten bijvoorbeeld meeneemt. Als je dat allemaal bij elkaar berekent, dan zijn de kosten van een houten gebouw helemaal niet zo veel hoger. Sterker nog, zijn veel positiever. Een enorme gamechanger zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, is dat we een betaling hebben voor de CO2 die we uitstoten in een gebouw. Of die we uitstoten voor het maken van een gebouw. Dan zal je zien dat er ineens een enorme toevlucht zal zijn op houten gebouwen. En dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke. Ik had het net al over die traditie. Dus die traditie die we in Nederland die hebben met bouwen. Die op dit moment heel erg op beton en op staal gefocust. Waardoor ook onze studenten, onze architecten, onze bouwers eigenlijk dat gewend zijn. Dus op het moment dat je kijkt naar de landen om ons heen, waarin houtbouw eigenlijk veel normaler is, is het precies andersom. Dan zegt men van, ja, betonbouw is eigenlijk net ietsjes duurder dan houtbouw. En die architect en die bouwer, die kunnen daar ook veel makkelijker mee rekenen, veel makkelijker mee werken, omdat ze gewend zijn om mee te werken. Het kost nu wat extra tijd en die mensen die moeten ook opgeleid worden, die daar veel verstand van hebben, maar ook goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dan, ja, een hele belangrijke, de berekeningen en de keuzes. Op dit moment, we proberen de milieukosten, of de milieukant eigenlijk steeds meer toe te laten passen in ontwerpen, in nieuwe gebouwen, in nieuwe plannen. En dat wordt bijvoorbeeld gedaan door LCA's, door
lifecycle analysis. En die worden dan weer ondergebracht bij een nationale milieudatabase. Waarvan die daar en die nationale milieudatabase, die wordt om een milieukostenindicator te berekenen of een milieuprestatie voor een gebouw of de MPG te berekenen. Maar dan ben je dus helemaal afhankelijk van de materialen die in die database staan. Dat die LCA's gemaakt zijn over verschillende materialen. En daar zit nou precies een van de crux. Want in die zin lijkt dat de producenten van biobased materialen eigenlijk een beetje de boot gemist hebben. Die hebben te weinig in geïnvesteerd. En als je zo kijkt naar de materialen die op dit moment in een nationale milieudatabase staan, dan zijn de biobased materialen, die zijn eigenlijk ondervertegenwoordigd. En vaak worden ze dan ondergebracht in de laatste, de categorie 3, die ervoor zorgt dat dat noemen we dan zogenaamde generieke data. Dus dat is eigenlijk een beetje bijna geschatte data. En die krijgen daarnaast ook nog eens een milieuboete. Dus er wordt 30% uitstoot bij opgerekend om zeker te zijn dat het allemaal klopt. Op het moment dat je op die manier met die houten materialen werkt, of met die biobased materialen, dan komen die scores natuurlijk veel hoger uit. Dus ik zou alle producenten van biobased materialen ook zeker op het hart willen drukken van laat nou die LCA-gegevens maken en deel ze ook in systemen zoals de Nationale Milieudatabase, om die database zo gevuld mogelijk te krijgen. En ervoor te zorgen dat we gewoon steeds beter keuzes gaan maken, materiaalvergelijkingen en keuzes gaan maken op basis van goede data. En aan de ene kant hoor je nu klagen van we moeten meer. Nou, dat klopt ook wel, maar de groene golf is al wel gaande. En dat is ook superleuk. Er zijn de grote bouwers in Nederland, die zijn eigenlijk allemaal wel bezig met het ontwikkelen van nieuwe woningconcepten, waarin biobased materialen steeds meer worden toegepast en steeds uitgebreider worden toegepast. En je ziet ook dat allerlei ondernemingen of corporaties gaan nadenken. Oké, wat is nou onze impact? En Fien Wonen, een woningcorporatie in het midden van het land, in het zuiden, die zijn daar heel bewust mee bezig. En die zeggen van, wat wij bouwen zoveel huizen per jaar. En wat nou op het moment dat we daar veel milieutechnisch veel interessanter mee om zouden gaan. Dus dat we echt bewust kiezen voor houten materialen. Wat is onze impact? En die is dus gigantisch. En daarnaast is het zo dat er een heel aantal bedrijven, of producenten eigenlijk van woningen, zich ook echt helemaal gaan toeleggen op die materiaalkant. Dus het bovenste plaatje is van de grote Vrooms Hoop, die dan ook een systeembouwwoning heeft gemaakt, met die nog wel een houten gevelbekleding, maar hout skelet, een duurzaam en mooi alternatief. En dat is het. Het bos is een natuurlijke plek. Als we er met z'n allen netjes mee omgaan, je begint allemaal met een eikeltje. We stoppen daar, die stoppen we in de grond. Er komt een beetje water en een beetje zonlicht bij. En vervolgens groeit er een bouwmateriaal dat we daar heel mooi gebruik van kunnen maken. Het is natuurinclusief, het is goed voor het klimaat. En op die manier hangt laaghangend fruit in deze zin dus echt aan, groeit aan bomen. Dus het gebruik van bos, het gebruik van hout als oplossing voor het CO2-probleem in Nederland. Ik zal even voor de vragen in de chat gaan kijken. Ik werk met een enkel scherm, dus ik moet even schakelen. even kijken, ik begin met Monika. Als we massaal bomen gebruiken voor hout, dan houden we toch geen bos meer over? Of heb je alternatief voor snelgroeiend hout wat je dan voor ogen hebt?
Nogmaals, als we kijken naar de materialen die we op dit moment voor houtskeletbouw en constructie gebruiken, dan is dat eigenlijk al snel groeiend naaldhout. Het is een materiaal dat we over het algemeen uit Scandinavië, Noord-Amerika gedeelte, Rusland halen. En dat is hout, nogmaals, met een cyclus dat om tot een volwassen leeftijd te komen van circa 30 jaar. Op het moment dat je dat hout gaat kappen en je gaat dat gebruiken in bijvoorbeeld een skelet of in een CLT, dan breng je dat niet voor maar 20 of 30 jaar aan. Dat, normaal gesproken blijft dat veel langer staan. En op het moment dat je dan die cyclus hebt van dat op de plek waar die boom die gekapt hebt, gegroeid, dat daar een nieuwe boom groeit, dan heb je waarschijnlijk al twee nieuwe cyclussen met twee keer nieuwe opname van CO2 te pakken. Dus er is geen... dat nog veel belangrijker is dat we ook moeten kijken naar wat is nou precies de hoeveelheid houtgebruik die we in Nederland zouden gaan toepassen. Is er... hoe significant is dat? En kijken naar de landen waar ik het net over had, is Scandinavië, Rusland, daar groeit zo gigantisch veel biomassa of bos eigenlijk, dat ik geen problemen voorzie dat het in die zin opraakt. Helmer. En dan is het zoals mogelijk om HSB nog verbeteren, bijvoorbeeld mineralen, isolatie. Ja, zeker. Isolatie is super groot aspect natuurlijk. Ik ben nu heel erg op constructie gezeten, op hout zelf. Maar isolatie is hetzelfde verhaal. En isolatie is ook juist een hele belangrijke speler als het gaat over die renovatiemarkt. Dus je hebt aan de ene kant heb je de nieuwbouw, maar de renovatie is natuurlijk ook een hele belangrijke. Daar zit eigenlijk een gigantische impact op het moment dat je die materialen ook met natuurlijke materialen kan vervangen. HSB-systeem met natuurlijke isolatie is al een stroomtrek. Is leverancier. Ja, nou, heel goed. Nou, stroom is bijvoorbeeld een hele mooie variant van die isolatiesystemen. Net zoals er ook in allerlei vlassen zijn, maar houtsnippers. Allemaal dat soort voorbeelden. Die mogelijkheden die zijn gewoon eindeloos. Oh, ik zie dat ik per ongeluk Jan heb toegevoegd. Oh, dat is leuk. Ik zit net te typen. Ik wou zeggen, het Strotec bouwsysteem, het Ecococon bouwsysteem. Dat is een constructief bouwsysteem. Zijn eigenlijk HSB-kratten gevuld met geperste stro. Dus daarmee kan je eigenlijk nu al, kan je nu al voldoen aan de eisen van 2050. Kan je vandaag bestellen en morgen mee bouwen. En dat is ook dringend nodig. Want betrouwbare woningen voor een jaar of 50 minstens en vaak 100. Dus het is heel dom om op dit moment nog met allerlei traditionele bouwmaterialen te bouwen. Vandaar dat wij met dit bouwsysteem komen wat... is op hout, 6%, maar 92% stro. Ja. Ja, het is inderdaad een... Nibe heeft onderlaatst ook onderzoek gedaan naar de potentie van biobased bouwmaterialen in de Nederlandse bouw. En die kwamen eruit... Nou, die hebben natuurlijk een heel mooi en positief beeld gelukkig geschetst over de potentie van biobased materiaal. Maar als we dan kijken naar wat die dan niet materiaalverdeling is... is op dit moment is 98% van het biobased materiaal is eigenlijk hout. En de overige 2% zit hem in andere materialen. Daar is volgens mij... dat heeft ook te maken, denk ik, met de hoeveelheden die dan gebruikt worden. Maar ik denk dat dat in de komende jaren inderdaad ook wel zal veranderen. Dat die verdeling toch anders zal zijn. Daar haak ik dus ook precies op in, van de vraag van... gaan we niet veel te veel hout gebruiken. Stro groeit in één seizoen oneindig veel. In Nederland alleen al groeit, terwijl wij een intensieve landbouw hebben, geen extensieve, groeit al genoeg stro om in één jaar de hele bouwproductie mee te voldoen als we zouden willen. Dus het gaat heel erg om wat je wil gaan doen, in plaats van daarover praten.
Ja, zeker. En, het is, maar wat, en wat natuurlijk het allerbelangrijkste verhaal is dat, de opslag van CO2 en dat soort zaken, zoals je dat in stro ook hebt en hout ook, hè, dan moeten we dat soort materialen natuurlijk niet met elkaar gaan laten concurreren. We moeten juist kijken naar de materialen die heel erg die uitstoten, die eigenlijk heel erg slecht zijn voor de natuur. En vervolgens moeten we de materialen die daar goed voor zijn, die moeten we laten samenwerken tot een... een ideaal bouwmiddel of een ideaal bouwplan. En het belangrijkste, maar dat zei ik net ook in mijn presentatie, is dat we dat we niet uit het oog moeten verliezen dat je ook dat beton en dat kunststof en dat metaal ook hun unieke eigenschappen hebben. Op het moment dat we een hoogbouw hebben en de fundering wordt op houten palen gezet, dan denk ik ook dat ik liever heb dat we op een betonnen fundering zitten. En zo denk ik dat de toekomst en op korte termijn toekomst, dat vooral de hybride vorm van materiaalgebruik in zo'n gebouw, dat vele malen belangrijker wordt. Maar we moeten echt oog houden voor wat dan die impact is van die verschillende materialen. Ja. Dankjewel. Mooi. Heel goed, Jan. Nou, dan wil ik jullie hartelijk bedanken. Ik ben 10 minuten over mijn tijd gegaan, zie ik. Maar heel goed. Tot bij de netwerksessie. Dankjewel.